In een vorige aflevering zag je dat we de dag na de doop van onze Eva spontaan gingen varen met familie. We deden via een Houdini-act een poging om de grijswaterpomp te repareren. We maakten een paar mooie tochten over het IJsselmeer en testten de windpilot. Een mooie dag in juni maakten we een zeiltocht naar Hoorn, waar we overnachten. De dag erop voeren we terug met 20 knopen wind, ongeveer 5 per voer. We konden net iets scherper dan halve wind terug naar Lelystad. Naomi, de vriendin van Lars, was mee en stuurde Eva strak over het IJsselmeer. Het was een pittig tochtje. De week erop was het een stuk rustiger weer en gingen we met Gien en Peter varen. Gien was deze maand net 80 geworden. In het verleden hebben we veel samen gevaren. Met onze etap 22 gingen we heel Nederland door. Maar ook heeft Gien veel gevaren als opstapper bij de toerzeilers. Het sturen van een Atlantic 43 is natuurlijk weer een heel nieuwe dimensie. De accu was op, dus ik kon jullie niet meenemen bij het terugplaatsen van de kachel. Dat is inmiddels gelukt, helemaal compleet. Hij heeft een tijdje gedraaid, daarom staat daar, die staat inmiddels, die heb ik teruggeschroefd. Hij heeft een flink uur of misschien wel anderhalf, twee, heeft hij gedraaid. En alles helemaal 1000 punt. Het is hier 35 graden, denk ik, inmiddels. Het is vrij warm. Vandaar dat ik de kachel inmiddels ook heb uitgezet. Onder dat luikje zit de kachel. Het is hier lekker warm. Maar daar hangt hij. Alles lijkt nog dicht te zijn ook, dus dat is mooi. Die luchtslang, de elektriciteit daar zo, dat groene gaat naar de pomp die je nu links in beeld ziet. Alles weer netjes met tuinrepjes vast. De uitlaat die zou misschien eigenlijk nog beter geïsoleerd moeten worden daar. Ja, daar heb ik ook windspul niet voor, dus ja. Voorlopig zit er niemand in de weg, denk ik. Bien, hè? Hebben we hier onder de kaartentafel zit een kickstart, zoals dat heet. Die kan je aanzetten.
En er zit eigenlijk een convector achter met ventilator. Nu heb ik de kachel uitgezet. Dus dan komt er niet zo heel veel warme lucht meer uit. Maar daarmee kun je vrij vlot de boot opwarmen. En aan deze toilet, hier hangt een radiator. Nou, die kan nog beter niet aanraken. Dat is echt nog wel. Die is nog lekker warm. Hieronder zitten nog convectoren. Nou ja, één convector eigenlijk. Twee luikjes. En we hebben hier. Ik heb hem niet opgeruimd hoor, sorry. Hier is ook nog een convector. Die zit in de slaap. Nee, nu is hier die afgedekt. Maar daar zit er ook nog een. En hier zit voorin ook nog een. En zo houden we het allemaal warm. Tijdens een warme dag met heel weinig wind voeren we met Bert en Sandra naar Medemblik. Er stond maar 7 knopen wind en we vonden het een goed plan om de Gennaker uit het veronder te halen. Halve wind halen we bijna 6,5 knoop snelheid bij die 7 knopen wind. Een topprestatie. Tijdens deze dag konden we ook de Bimini uitstekend testen. De Bimini is dat zonnedekje boven de kuip. Hij bleek uitstekend te voldoen. In de zoektocht op internet, weet je wel, dan ga je een beetje snuffelen. En dan vond ik deze. Dit zijn eigenlijk clipjes, dat is een haakje, daar kan je ergens aanhaken. Touwtje door en dan kan je dat aantrekken uit. Het is heel simpel, ik kan het wel even demo. Touwtje gaat hier doorheen. Zo. En die kan je zo vastzetten en aantrekken. Kijk. Dus deze haakje ergens aan vast. Ik kan zo aantrekken. Nou, het lijkt me ideaal voor vlaglijntjes of zo. Dus ideaal, kost bijna niks. Deze is heel klein. Maar je hebt ze ook veel groter. Andere tip, en dat was eigenlijk dat verzon Velia op een gegeven moment, dat was helemaal briljant. Is dat als je
onder de boot hangen bijvoorbeeld om schoon te maken, of aan de boot hangen om schoon te maken, is dit apparaat. Het is eigenlijk bouwvakkers gebruiken dit, of mensen die de bouw gebruiken dit, om panelen te dragen. En eigenlijk is het heel simpel. Je zet hem op een vlakke ondergrond, doet die klemmetjes om en je kan, daar kun je een flinke kracht mee zetten. Dus dat betekent eigenlijk dat als je in het water hangt en je klemt dat ding op de boot ergens, dat je prima even eraan kan hangen om schoon te maken. Of misschien zelfs wel gewoon voor de veiligheid. Dus of onder de boot, als je de onderkant schoon moet maken. Als we straks in de tropen liggen, dan is de aangroei van allerlei beesten en troep is enorm. Dus het schijnt dat je eens in de paar weken moet je even de onderkant van de boot schoonmaken. En dan zie je wel mensen echt ploeteren om bij die boot te blijven. Dus je moet heel hard zwemmen. Maar als je deze met één hand kan vasthouden, zo de boot de andere kant een beetje schrobben, lijkt me dat best handig. Zo, afgelopen maandag heb ik alle boodschappen besteld die wij willen gaan meenemen op de boot de komende maand. We gaan een beetje uitproberen of de hoeveelheid boodschappen die ik heb aangeschaft genoeg zijn om een maand te overleven. Als je nu ziet hoeveel hier staat, dan denk ik dat het wel genoeg is voor een jaar. Kijk, het is echt mega veel. Misschien kan je het... Kijk, het staat 3 hoog opgestapeld. Dus het is echt heel veel boodschappen. Wat ik nu ga doen is het een beetje uitzoeken. Kijken wat er allemaal in de kratten zit. Ja, dat weet het wel een beetje. Natuurlijk, ik heb het zelf besteld. Maar een beetje sorteren, verpakkingen eraf, zodat we niet te veel meenemen. Want dit gaat natuurlijk nooit allemaal in de auto passen. Als we zaterdag naar de boot gaan, dan kunnen we een beter vrachtwagentje aanschaffen. Dus dat wordt wat. Oeh, vlees. Niet normaal. Ik denk dat we een grote koelkast nodig hebben, Ben, want gaat er wel even een kastje. Ik denk dat we een grotere boot nodig hebben. Bietjes? Nee, bietjes niet. De salami die ga ik wegdoen, of wil je die meenemen? Nee, mee. Die aioli, die zit ook niet op. Nee. Ik had er allemaal mee. Als we het wegdoen. Ja. Nog een brood. Ja. Oude kaas, ik ook niet. Ja. Ik denk een stuk of 4. Oh, 5. Dat. Maar ik heb hier ook kracht gezien op vlakken. Okay. Blijf daar gewoon. In de volgende aflevering varen we naar Oslo in Noorwegen en uiteraard bezoeken we die stad grondig. Wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en volg ons via de diverse social media. Abonneer je op onze website selingeva.com op de nieuwsbrief. Dan sturen we je een berichtje als we publiceren. Dankjewel!